Dames en heren, geachte raadsleden, publiek op de publieke tribune, van harte welkom. Ik open de raadsvergadering van dinsdag 16 oktober 2018 met mededeling van de afwezigheid van de heer Van der Wel. En voor het overige zijn wij dus compleet. Dat is mooi om te zien. Wij hebben een raadsvergadering met één bespreekstuk, benoeming van schaduwfractieleden. En de rest, het overige zijn hamerstukken. De actuele vragenronde, agenda punt 2. Wie wenst gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Akkoord. Agenda punt 3, vaststelling van de agenda. Zoals reeds gememoreerd, hoe de agenda eruit ziet, dat kan uw goedkeuring wegdragen. Dat is ook het geval. Dank daarvoor. Dan komen wij bij het spreekrecht voor de agendapunten. Er hebben zich geen personen gemeld bij de Griffie. Ook nu zie ik geen beweging vanaf de publieke tribune. Dat betekent dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van het spreekrecht. De agendapunten 5, vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 oktober, jongstleden. Die heeft u kunnen vinden in het RIS-systeem. Geen opmerkingen, akkoord. En daarmee kunnen we de besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 oktober vaststellen. Brengt ons bij agendapunt 6, bespreekstuk, benoemen van schaduwfractieleden. En daarvoor ga ik even achter het spreekgestoel. Zo. Ja, want de publieke tribune is goed gevuld. En als het goed is, hebben wij daar op de tribune ook een aantal schaduwfractieleden in wording zitten, moet ik het benoemen. Want het is eigenlijk wel een unicum in de geschiedenis van de Hardenbergse politiek dat wij overgaan tot het benoemen van schaduwfractieleden. Het is een mooi besluit genomen vanuit de huidige gemeenteraad om schaduwfractieleden toe te staan in de fracties. En daarmee, nou, dat heeft volgens mij een hele mooie werking om extra denkkracht en organisatiekracht binnen te halen voor het politieke werk. Het belangrijke werk wat er moet gebeuren hier binnen de gemeente Hardenberg vanuit de verschillende fracties. Maar ik vind het ook mooi omdat het altijd ook weer nieuw politiek talent kan opleveren. En dat talent hebben we natuurlijk heel hard nodig ook weer voor de komende periodes in de raad of misschien wel in de staten of zelfs landelijke politiek uiteindelijk. Want wat zou het mooi zijn als wij vanuit Hardenberg ook mensen in andere politieke gremia krijgen. Vanuit welke politieke partij dan ook, zeg ik maar. Dus het doet mij deugd dat ik vanavond hier deze fractie, schaduwfractieleden mag benoemen. En ik wil hun vanaf deze kant nu al veel succes toewensen. Het is goed om te melden, voorafgaand aan de beëdiging van de schaduwfractieleden, dat vanuit de Griffie in dit geval onderzoek, intern onderzoek is verricht of de voorgedragen leden voldoen aan de gestelde eisen op de kieslijst. Dat betekent dus een aantal voorwaarden. Ik noem ze toch maar even. Het op de kieslijst staan. Minimaal 18 jaar zijn. En we hebben ook afgesproken met elkaar dat maximaal 1 schaduwfractielid per fractie mag worden voorgedragen. En de Griffie heeft concludeerd, en dat doe ik daarmee ook als burgemeester, als voorzitter van deze raad, dat alle voorgedragen schaduwfractieleden aan die criteria hebben voldaan. En er is nog 1 voorwaarde nu die moet worden ingevuld, voordat u ook officieel schaduwfractielid kunt zijn. En dat is het afleggen van de eed of de verklaring en de belofte. En met het afleggen van die eed of de verklaring of belofte, daarmee markeren wij met elkaar hier in deze kring dat u als schaduwfractielid in dit geval ook een bijdrage levert aan het bestuur van deze gemeente, maar dat vooral ook op een integere wijze doet, zonder last of rugspraak, maar vooral op een integere wijze. Ik wou voorstellen om het in alfabetische volgorde te doen, de namen, en dan onderscheid te maken tussen de eed en de verklaring en de belofte. En dan beginnen we in dit geval met de eed. En daarvoor is mij kenbaar geworden dat de heer Hutten en de dames Peltjes mooi en inderdaad mevrouw Schuurman
de eed willen afleggen. En ik zou hun naar voren willen vragen om hier staand te midden van ons als gemeenteraad de eed af te leggen. Die ik zo meteen ga voorlezen. En dan ga ik alvast maar erbij zeggen van, dan vraag ik u of u de voorste vingers van uw rechterhand, de wijsvinger en de middelvinger voor alle duidelijkheid, nemen vast plaats in de ring, om die gesloten in de lucht te houden en te antwoorden met, zo waarlijk, helpen mij God almacht. U bent er klaar voor, dan kom ik bij u. En hij doet het. Zoals gezegd, ik lees de eed voor. En dan vraag ik u achtereenvolgens om de eed af te leggen ten overstaan van ons. Ik zweer dat ik, om tot schaduwfractielid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als schaduwfractielid naar eer en geweten zal vervullen. De heer Hutten, wat is daarop uw antwoord? Mevrouw Peltjes, mooi. Mevrouw Schuurman, dan wil ik u van harte feliciteren en welkom heten als schaduwfractielid in onze gemeenteraad van de gemeente Hardenberg. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. En heel veel succes bij jullie werk hier vanuit jullie verschillende fracties. Ik stel voor dat jullie even blijven staan hier wat schuin weg, want we gaan direct door met de andere schaduwfractieleden. En daarvoor wil ik vragen. Er zit ruis ergens in mijn lichaam. Daarvoor wil ik naar voren vragen mevrouw Baan, Madelon Baan en mevrouw Stadman. Die heb ik ook gezien. Ja. En dat blijft niet bij dames alleen, want de heer Hofsink en de heer Jager wil ik ook vragen om naar voren te komen. Daarmee hebben we 7 schaduwfractieleden straks toegevoegd aan de gemeenteraad van Hardenberg om het werk te doen. Kijk aan. Ook bij u lees ik de verklaring en de belofte voor en dan vraag ik u achtereenvolgens, ik zal de namen opnoemen, om dan te antwoorden met dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot schaduwfractielid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als schaduwfractielid naar eer en geweten zal vervullen. Mevrouw Baan, wat is daarop uw antwoord? Dat is mooi. U hoeft uw vingers niet op te steken, maar dat mag. Maar het hoeft niet hoor, dat is niet bij de verklaring of belofte noodzaak. De heer Hofsink. Dank, klaar en beloofd. Dank. De heer Jager. Tot slot, mevrouw Stadman. Van harte proficiat allen. Heel veel succes gewenst met het werk. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. En heel veel succes met jullie werk. Ik ga bloemen uitdelen aan alle 7 schaduwfractieleden en ik schors de vergadering voor 1 moment om iedereen de gelegenheid te geven om de nieuwe schaduwfractieleden de felicitaties te brengen. Ik zou daarbij eerst graag de raadsleden de gelegenheid willen geven familie, vrienden en publiek op de tribune ook en daarna het college. Oh nee, het college natuurlijk heeft zijn eigen positie in deze. Vergadering is geschorst.
Thank you.
Ik heropen de raadsvergadering. En aan de orde is nog steeds agendapunt 6, bespreekstuk, zoals gezegd. De installatie en de eten en de verklaring en belofte is afgelegd. En ik wil ook graag concluderen met u dat ook het bijbehorende voorstel daarmee ook is aangenomen. En dat mag ik volgens mij ook zodanig concluderen. Dat is akkoord. Daarmee hebben we het ook definitief gemaakt en is het voorstel rondom benoeming schaduwfractieleden ook definitief aangenomen. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond, van deze vergadering. Agenda punt 7. Vaststelling bestemmingsplan Hardenberg Lage Gadestraat 98. Deze behoeft aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met dit voorstel zoals het voor ligt? Akkoord. Alle aanwezige raadsleden hier gaan daarmee akkoord. Agenda punt 8. De verordening op de rechtspositieregeling wethouders, raads en schaduw. Fractieleden 2018. Stemverklaring niet nodig, constateer ik. U kunt instemmen met het voorstel zoals het voor ligt. Ook dat is akkoord. Dank daarvoor. Agenda punt 9. Ook verband houdende met de benoeming van de schaduwfractieleden. Wijziging van de regeling oriënterende rondes. Mag ik ook daarvan uitgaan dat u daarmee kunt instemmen? Dat is het geval. Fijn, want dat brengt ons bij agenda punt 10. De rondvraag van vanavond. U heeft nu de kans. Kijk, de heer Pieper wenst gebruik te maken van de rondvraag. Als u de microfoon zou willen gebruiken, dan kunnen de mensen thuis u ook horen. Voorzitter, nu er momenteel op zondag de winkels niet open zijn, vragen inwoners wanneer dit weer zal gebeuren. Vandaar ook onze vraag aan u, college. Wij op koers.nu, net als de inwoners van de gemeente Hardenberg, erg benieuwd hoe de verdere ontwikkeling vorm zal krijgen voor wat betreft de zondag openstaan. Akkoord, dank u wel. Het vervolg op de winkelopeningstijden op de zondag. Daarvoor ga ik naar wethouder Trietstap, die u volgens mij van de laatste informatie op de hoogte zou kunnen brengen omtrent dit onderwerp. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan er inderdaad de allerlaatste informatie, want we zojuist hebben, of vandaag hebben we er een besluit over genomen als college. Dat komt volgens mij deze week ook via de actieve informatieplicht naar u toe, dat deze maand aan de winkels al open. Ik dacht in Deemsvaten dan binnen de kaders, zoals die zijn vastgesteld, hebben wij nu een besluit daarover genomen. Vandaag, dus zeer recent gaan ze open. Wat voldoen? Akkoord. De heer Pieper knikt instemmend. Dus u heeft de informatie heet van de naald, om het zo maar te zeggen. Anderen nog voor de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan sluit ik deze raadsvergadering onder dankzegging. Wens u nog een hele fijne avond. En natuurlijk wens ik de schaduwfractieleden bijzonder veel succes. En ik kijk even naar de griffier of nog iets is georganiseerd. Ja, na afloop, want dat is goed gebruik hier om toch al even na te praten met elkaar. En ook vooral de mensen op de publieke tribune. Vrienden, familie van de aangestelde schaduwfractieleden. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het afsluitende drankje. De vergadering is gesloten.